kerstmarkt van Diepenbeek loopt iedereen er goed gemutst en piekfijn bij. Lekker aan, zegt jullie, Joosje. De markt overstelpt je met veel lekkers en een warme sfeer. Ja, heel lekker. Dat is wat het moet zijn. Een lekkere Grimbergen, een lekkere Grimbergen. Een glaasje drinken, een hapje eten en natuurlijk bijpraten met heel veel mensen die je hier ontmoet. De kerstmarkt van Diepenbeek is gewoon super tof. Heel lekker. Heel lekker. Nu gaan we op zoek naar een standje waar ze kava verkopen. Op het programma staan onder andere de kerstmarkt zelf, maar ook randanimatie en natuurlijk het grote optreden van Barbara Dex. Oh, happy day when Jesus was, when Jesus was. Ik zing wel veel verschillende stijlen van muziek, maar rond deze periode ja, zijn de Nederlandstalige nummers, de gospels, de kerstliedjes zijn zeer gepast en dan in de kerk. Sowieso een mooie locatie om zo'n kerstconcert te geven. Mij betekent kerstmis persoonlijk gezellig samen zijn met familie. Gewoon gezellig tafelen bij een goed glasje wijn en gezellig bijkletsen. De Diepenbeekse verenigingen kijken er elk jaar naar uit om hier aanwezig te zijn. Ik maak elke jaar petlas hier. Mensen vinden dat lekker. Dat is specialiteit uit Macedonië. We hebben hier heel veel verenigingen wat een standje bemannen. Deze verenigingen komen hier allerlei producten verkopen om een centje in het laadje te krijgen. Er is heel veel opkomst en ze komen allemaal een beetje steunen. Voor de allerkleinste hebben we ook iets op het programma staan. De kerstelfjes in de bibliotheek. Zij vertellen leuke verhaaltjes voor de allerkleinste. Zo zeggen wij hallo. Kunnen jullie dat ook? Let's go. Het is duidelijk kerst in Diepenbeek. Goed jul til alle Limburgers.